kijken naar een nieuwe voetbalfits. En het ziet er heel anders uit. We hebben een hele andere studio, lijkt net. Vind jij ervan, Michiel? Ja, ik vind het wel super. Ja, vind je het mooi? Ja. Ja, het is eigenlijk heel gek, want dit is de laatste voetbalfits voor de zomerstop. Winterstop. Woe! Zomerstop, man. Ja, winterstop. Snel. Ja, dat ging heel snel. Was het maar zomer. Zeker. Ja, goh. Maar we hebben in ieder geval de studio vast verbouwd, dus... Wat vind jij ervan, Adger? Ja, ik vind het echt prachtig hier. Ja. Ja, nou, dat klinkt heel sarcastisch. Stel jezelf even voor eigenlijk. Ja, ik ben Adger van Helden en ik ben de wethouder sport van de gemeente Katwijk. Wethouder sport? Ja. Alleen sport? Nou, ook nog van een heleboel andere dingen, van armoede bijvoorbeeld. Maar ook van financiën, dus ik ben eigenlijk degene die het geld beheert op het gemeentehuis. Kijk, kijk, die moeten we hebben. Jongens, geld. Ja. Ja. Jongerenwerk ben ik ook nog wethouder van, dus ook niet onbelangrijk. Ja. Dus nou, van dat soort dingen. Ja, lekker. Ja hoor. Hey, ja, het grappige is dat wij moesten uitleggen in de groepsapp wie jij was. Want ze moesten vragen voorbereiden. Hebben we allemaal vragen voorbereid? Ja. Mooi. Ze moesten vragen voorbereiden. Ik heb gezegd, ze mogen alles aan je vragen. Alles aan me vragen. Maar we moesten beschrijven wie jij was. Aha. We hebben gezegd, het is de Mark Rutte van Katwijk. Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. Sowieso natuurlijk verkeerde partij, want ik ben van het CDA. Dus dat is de eerste waar het misgaat. En het tweede is dat landelijk, als je daar de grootste partij bent, dan ben je ook een soort van de baas. Maar in de gemeente hebben we ook nog een burgemeester. En die is eigenlijk een soort van een beetje de baas. Hij is toch alleen de voorzitter? Ja, hij is de voorzitter. Maar dat is Mark Rutte. Eigenlijk, als je het voor heel Nederland kijkt, dan is Mark Rutte eigenlijk meer de burgemeester. Oké. Ik zag je altijd als de Mark Rutte. Nou, ja, dus maar... Die droom is in duigen gevallen. Valt weer tegen. Michiel! Jij mag de standen weer... Nee, laten we eerst beginnen. Moment. Nee, hop. Jouw team, wat hebben jullie gedaan? Wij hebben... Eerst zelf was het heel spannend. Maar tweede helft zakten we toch een beetje in. Beetje in. Dus we hebben 4-2 verloren. Oh, nou. Dat valt mee. Hey, en wat hadden wij afgesproken? Als ik deze wedstrijd van afgelopen zaterdag weer had verloren... Ja? Moet ik het trakteren. En heb je het bij je? Ja. Laat zien. Oh, iedereen krijgt één skittle. Wow. Ja, nee, laat het komt straks wel. Maar geef Adger alvast van skitteltje, want... Ja, dat gaat dan gelijk weer. Ja, dat gaat... Hij krijgt er niet eens over. Nee, daarom. Hey, dit wordt geknipt, hè? Ja. Hey, ondertussen, Daan. Dit gaat niet goed, hè, dit. Oh, dat maakt niet uit. Dit is niet gezond. Oh ja, klopt. Gezondheid. Ja. Hey! Gezond. Het gaat al fout. Het gaat al gelijk mis. Geef me Adger even eentje vast. Ja? Hey Dan, wat heb jij gespeeld zaterdag? Heel slecht. Wat dan? Nou, 15-0. Harder praten hoor ik je niet. Nee, gewoon, het ging niet goed. Het ging gewoon helemaal goed. Oké, dan hou ik het daarop. Sven? Maar wat heb je ervan geleerd? Adger, dat is de vraag. Wat heb je ervan geleerd? Wat gaan jullie de volgende keer anders doen? Dat ik mijn kansen moet afmaken. Nou, dat klinkt best wel logisch. Ja. Ja, ze kansen. En hoe ga je dat dan verbeteren? Hoe ga je kansen afmaken? Door te schieten op doel. Groene. Ja. Heel mooi. Adger, let op. Adger heeft zijn eerste skittel. Ja, mooie groene skittel. Ja? Groen, dat is toch terug op CDA? Handen. Heel goed! Big choice. Wij weten. Sven wil laten vrachtwagenchauffeur worden. Is het CDA voor de vrachtwagenchauffeurs? Zeker. Er zijn heel veel vrachtwagenchauffeurs op het CDA. Nou, hoor je dat? En wat heb jij gespeeld zaterdag? Niet al te best. Wat dan? 10-0 verloren. Hoeveel? Je lijkt op mij. Ja, kijk. Michiel, daar herkennen we. Ik ben een keer niet de enige. Ja, 10-0. Wauw. Hey Michiel, aan jou de taak of de mogelijkheid om de standen door te geven. Ja, hier komt hij hoor. Komt-ie. Luc, speciaal voor jou, ik ga niet storten. Ga ik proberen. Wat ga je niet? Stotteren. Oh, gaat niet stotteren. Oké. Okay. Katwijk, ik heb 3-1 verloren. Gewonnen. Ja, hier gaan we al. Begint hij al hoor. Katwijk, ik heb 3-1 gewonnen van Linde. Ja, mijn stem is helemaal kloten. Nee, stop. Je krijgt een baard in de keel. Ja. Dan ga ik ook applaudisseren. Oké, knallen maar. Katwijk, ik heb 3-1 gewonnen van Linde. Rijsburg heeft 2-2 gespeeld tegen Scheveningen. Rijvels heeft 2-2 gespeeld tegen Zwift. Vic Boys hebben met 6-0 gewonnen van Achilles Veen 29. En Valk heb 1-1 gespeeld tegen Ter Werven. Nou mensen. Ja, dat was het. Dat was Michiel. Mooi. Hey, volgt iemand hier de politiek? Nee. Oh. Oh ja, daar. Alleen jij? Nee, heel graag. Oh, oké. Okay. Kan je heel kort uitleggen aan de jongeren hier hoe het in elkaar zit, een lokale politiek? Oké.
Heel kort. Eén keer in de vier jaar mogen mensen stemmen. Ja. En dan kiezen ze een partij die zij het leukst vinden. Ja. Die het beste past bij wat jij belangrijk vindt. Groen of sport of de zorg. En die partij, nou, daar komen dan, zijn in de Katwijkse gemeenteraad 33 zetels. Ja. En hoe meer mensen er op een partij stemmen, hoe meer zetels zij krijgen in de gemeenteraad. En die mogen dan vier jaar lang namens alle mensen die in Katwijk wonen de besluiten nemen. Hey. Jullie waren de grootste. Het CDA was daar de grootste van geworden, dat klopt. En dan nadat heb je een gemeenteraad. Maar de gemeenteraad, dat zijn eigenlijk vrijwilligers. Die komen één keer in de twee weken bij elkaar. Maar er moet natuurlijk ook iemand zijn die de hele dag een beetje met de gemeente bezig is. Dus de gemeenteraad die kiest dan ook weer een aantal wethouders, heet dat. En die wethouders, dat is werk. Nou, ik ben een wethouder, dus dat is mijn werk. En wij zijn eigenlijk heel de dag bezig om de dingen die de gemeenteraad besluit, om die eigenlijk uit te voeren. Oké. Okay. En jij hebt sport gekregen. Ja. En wat is jouw taak daarin? Gekozen. Ja, het leek me zo leuk. Ja. Heb je het zelf gekozen? Ja, ik mocht kiezen. Oh. Ja, dat is het leuke als je... Heb je iets met sport? Ik heb zeker iets met sport. Maar voor mij heeft iemand dat als vraag straks. Dus daar gaan we het nog niet over hebben. Ik zeg wat zijn jouw taken daarin in sport? Nou, maar in sport... Kijk, de gemeente die voert het sportbeleid eigenlijk uit. Ja? Dus wat de gemeente vooral doet bij sport... is zorgen dat de sportvelden er goed bij liggen. Dat het allemaal goed geregeld is. En wij stimuleren ook dat jongeren bijvoorbeeld gaan bewegen. En daar dragen we geld aan bij. Oké, nou over die twee deze onderwerpen heb ik straks nog wat vragen. Dat komt in de volgende tafelrondes. Ik ga meteen naar Daan eerst. Had jij een vraag voor Adger? Het mag over alles gaan, hè? Dus... Ja, nee, dat snap ik. Oké, vertel. Ja. Ik had als vraag voor jou of je zelf vroeger ook aan het sport deed. Dat is een beetje een lastige vraag. Want ik heb op scouting gezeten altijd. En scouting, dat hangt er een beetje tussenin. Het is niet echt sport, maar het is ook niet echt iets anders. Ah, je bent in beweging. Je bent wel in beweging, ja. Maar toch ook wel weer anders dan als je een voetbalwedstrijd doet. En ik heb ook een tijdje op squash gedaan. Dat is in een zaal. En het is eigenlijk best wel grappig, want je slaat heel hard met een balletje tegen de muur aan. Dat klinkt eigenlijk belachelijk. Maar dat is zwaar hoor, jongens. En dan moet de andere, die bedoelt met z'n tweeën, dus de een slaat het tegen de muur en dan moet de andere hem tegen de muur aan slaan. En degene die dan op de grond slaat of weet ik veel wat, die verliest of die heeft dan geen punt. Dus je moet de hele tijd, je hebt één bal. Ja, heel klein balletje. Met z'n tweeën tegen elkaar en dan moet je de hele tijd die bal vangen. Nee, slaan met een racket. Nee, je slaat met een racket, dus de een slaat het balletje tegen de muur en dan moet de andere hem weer terugslaan. Nou ja, dat gaat de hele tijd door totdat iemand een mist of een fout maakt. En dan heeft de ander een punt. Ah. Ik heb een idee. Ik kom altijd op ideeën, maar ze worden nooit uitgevoerd. Ja, volgend jaar, de challenges lopen altijd achter. En zeker nu het koud wordt buiten, heeft niemand zin om een challenge op te nemen. Jullie vragen het ook. Misschien kunnen we naar de winterstop gewoon in de winter gewoon allemaal dit soort dingen doen. Gaan we squashen en zo. Oké. Dan niet. Maar er is natuurlijk superveel binnensport in de gemeente Katwijk. Ja. Dus daar is, gebeurt ook heel veel leuks. Misschien moeten we gewoon met elkaar andere sporten gaan maar checken. Wat ik wel hoorde, de Krom, die hebt natuurlijk ook nu een tafeltenniszaal. Ja. Klopt. Ja, daar ben ik. Ik zie iemand vinger opsteken, sorry. Ja, daar ben ik ook geweest. Tafeltenniszaal. Ah, nou, en was leuk? Waar is dat dan? Onder de Katwijk tribune. Nou, misschien moet dat eens een keer gaan doen. Toch al best wel lang. Ja, of je kan ook in de zaal. Dan kan je toch ook gewoon voetbaltje. Weet je, we hebben de hele winterstop om over na te denken. Had jij nog een vraag voor Adger, Sven? Nou, voor de zomer had je natuurlijk ook heel veel nieuws ook over die kunstgrasvelden. Ja. En wat vindt u er eigenlijk nog van, over die giftige stoffen? Nou, kijk, als het echt giftig is, dan is dat natuurlijk best wel slecht voor de kinderen die daarop moeten sporten. Maar ze hebben er echt superveel onderzoek naar gedaan. En daar is nu uitgebleken dat als je er gewoon op sport, kijk, als je natuurlijk heel de week daarop gaat liggen en zo en gaat rondzwieberen, dan is het niet zo gezond. Maar als je gewoon er normaal op sport, dan is het eigenlijk niet slecht voor de gezondheid. Dus het is niet gevaarlijk voor kinderen die sporten op die kunstgrasvelden. Maar ze hebben nog meer onderzoek gedaan. Want er komen natuurlijk van zo'n veld ook heel veel van die korreltjes in het gras en in de grond daarnaast. En daar blijkt dat er wel allemaal stofjes uit die korreltjes in de grond gaan.
Dus we gaan volgend jaar een heleboel nieuwe velden komen er bij eigenlijk alle voetbalclubs. En dan gaan we wel kijken of dat we nou weer met die rubber dingetjes erin gaan zitten. Of dat we iets anders gaan doen. Krukken met kurk kan je doen. Krukken, ja. Een kurk. Ja. Met krukken kan je ook voetballen. Ja. Dat is misschien ook leuk voor de binnensport. Ja, dus het is niet ongezond. Maar we gaan wel kijken of dat we iets anders kunnen verzinnen. Ja. En ik had nog een vraag van... Je hebt nu ook met dat welzijnkwartier dat ze bezig zijn met hangjongeren. Dat was de vorige aflevering. Ja. Met hangplekken, maar was er vroeger een... Kwamen ze jou tegen toen buiten? Nee, maar was er vroeger een hangertje? Nee, ik was ontzettend saai en braaf. Dat is van het CDA, hè? Ja. En hoe vindt het nou van om 6 uur pas vuurwerk afsteken? Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het zelf best wel leuk om vuurwerk af te steken, eerlijk gezegd. Doe ik ook graag met mijn kinderen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het veilig doet. En ik ken helaas wel veel mensen, zeker ook oudere mensen, die het best wel spannend vinden. En ik vind het eigenlijk wel goed dat we een beetje naar elkaar omkijken. En dat we dus ervoor zorgen dat we overdag, als allerlei mensen en dieren nog over straat moeten, dat we dan een beetje voorzichtig doen. En het meeste vuurwerk is toch ook vaak wel iets met licht. En dat is ook wel op zich leuker als het donker is natuurlijk. Ik ga wel... Vuurwerkvrije zones zou misschien komen. Komt dat er of niet? Nou, dan gaat de gemeenteraad... Dus die mensen die het volk vertegenwoordigen... Die gaan daar deze volgende week donderdag nog een keer over praten. Of dat het er komt of niet. Ja? En de bedoeling is nu dat we dat gaan doen in parken. Want daar wonen natuurlijk dieren en vogels. En wij hebben ook nog wel wat vossen en weet ik wat allemaal. Die zijn super bang voor vuurwerk. Dus waarschijnlijk komen er in de parken dat je daar geen vuurwerk mag afsteken. En hoe heet dat... Zo, je hebt veel vragen. Hij is zich aan het voorbereiden vast natuurlijk. Ja, ik begrijp het. Ja. Maar je hebt sommige kinderen die hebben dan... die gaan om 12 uur gaan ze vuurwerk afsteken. Komt de politie langs. Moet ze of zo naar halt. En vindt u nou eerlijk, ik weet niet of ze dat krijgen, maar als ze straf al krijgen voor het eerder vuurwerk afsteken, of een taakstraf, vindt u dat eerlijk? Nou, kijk, ik ben, weet je hoe ik heet? Mijn werk heet wethouder, dus dat betekent dat ik moet letten of iedereen zich aan de regels houdt. Maar vindt u het dus eerlijk? Dus ik moet natuurlijk nu... Ja, dat is heel gevaarlijk. Maar ik denk dat als jij een sterretje afsteekt... Nee, maar kijk... Dat je dan niet gelijk naar de gevangenis hoeft. Ik denk niet dat ik een sterretje af ga steken. Nee, maar dan vind ik dat het niet mag. De regels is dat het nu vanaf 6 uur is. En als jij voor die tijd vuurwerk afsteekt, hou je je niet aan de regels. Oké, dat is het antwoord. Jij mag de laatste vraag stellen, dan gaan we naar de volgende tafelronde. U had het net over uw kinderen. Ja. Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb 3 kinderen. Zo. Hoe oud zijn ze? 7, 5 en 3. Nieuwe vrienden voor jou. Ja, nieuwe vrienden voor Sven. Prima. Wat doen uw kinderen ook aan sport? Zeker. Zelfs jong al? Maar die hebben allemaal heel veel energie. Dus die gaan lekker sporten. En mijn zoontje zit op hockey. Die gaan trouwens ook naar binnen nu. Kan je ook binnen doen, hockey. Oh. En hij moest zaterdag nog spelen. Maar hij was blij dat hij naar binnen keeper mag. Was. Want dan was hij lekker warm ingepakt. En mijn dochter die zit op zwemles. Ja, is toch ook sporten? Ja, maar, weet je, zeker. Ben je nou nog niet klaar? Hij wil nog iets weten. Ja. Ik deed op mijn derde al aan voetbal, dus ja. Oh. Ja. En je blijft verliezen. Ja. Het heeft niet geholpen. Mensen, we gaan naar de volgende tafelronde. In 1, 2, 3. Dan zijn we nu bij de tweede tafelronde aangekomen. We gaan allereerst even het publiek even vragen wie ze zijn. Want we hebben heel veel publiek vandaag. Hier, jongens in het zwart. Bas. Oh, we gaan per stuk doen. Prima. Kors. Oké, en wie zijn jullie? Mag even uitleggen van welk team jullie zijn? Wij zijn van de JO12-2 van Rijnvogels. De JO12-2 van Rijnvogels. Ja hoor. We hoeven hier niet allemaal één voor één. Jij mag vertellen wie jullie zijn. Ik ben Kim Haasnoot. En dan gewoon het hele team? En we zitten in de MO13-1. Is het één team dit? Ja. MO13-1 van de meiden. Leuk dat jullie er zijn. Top. En daar hebben wij bekenden. Ik ben Stan. Ja? En ik zit in de MO13-1 van Kwik. Wat gebeurt hier? Oh, hey jongens. Oh,
zitten nou met al die gozer uit te lachen. Nou. Hé, maakt niet uit, toch, vriend. Doe jij maar opnieuw. Ja, we doen opnieuw. Nou, ik ben Sven en we zitten in JO 13-1. JO 13-1. Mooi. Nou, wij zitten hier nu aan tafel met een nieuwe mensen. We gaan zo weer even een rondje doen. Ik heb een vraag. Mag ik eerst even nog wat zeggen? Want ik vind het heel leuk dat hele damesteam er is. Ja? Want we hebben natuurlijk veel jongens op voetbal. Maar we hebben in Katwijk, Rijnsburg-Valkenburg ook ontzettend veel meisjes op voetbal. Absoluut. En dat worden er alleen maar meer. Dus ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Ja, nou nog. Wat goed voor jou, Adger. Wat goed. Hé, hey, ik heb een vraagje. Ik heb hier op mijn lijst staan openstelling van de velden. Wij zijn al een jaar bezig met de voetbalfits. En iedere keer komt dat weer terug. Moet het veld nou open blijven of niet? Als club zijnde. Open blijven graag. Waarom? Kijk, want de velden in de gemeente Katwijk, het wordt hier steeds gezelliger, die worden betaald door de gemeente. En ja? Dus door iedereen in Katwijk, die betaalt daar een beetje aan mee. En natuurlijk kan iedereen, hè, alle jongens en meiden kunnen daar lekker voetballen. Ja? Maar het is ook leuk als je na school ook even een balletje kan trappen. Ja? Juist ook omdat dat veld betaald is eigenlijk door iedereen. Ja? Dus wij proberen ervoor te zorgen dat onze sportvelden, dat die zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Oké, okay. Want jullie gooien er geld in, dus moet die open. Nou, het is niet mijn geld, het is het geld van alle inwoners van Katwijk. Ja, precies, duidelijk. Dan mogen zij er ook gebruiken. Ja, geen groot gelijk. Maar helaas zien we natuurlijk ook wel weer overlast. Ja. Volgens mij hebben jullie hier een keer Barentens aan tafel gehad. Klopt. Dat ging toen over Rijnsburgse boys. Dus we zijn wel bezig nu met de politie en met jongerenwerkers om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat groepen die op zaterdagavond blijkbaar niks te doen hebben en dan dus maar een kunstgrasveld in de fik gaan steken. Mm-hmm. Of dat we daar niet kan iets anders... Kan je een kunstgrasveld in de fik steken? Nee, dat kan absoluut niet. Moet je vooral niet proberen. Okay. Maar het is wel eens gebeurd, ja. Oké, okay. Nou, dan is in ieder geval duidelijk. De velden moeten open blijven, maar we snappen dat de clubs soms dicht doen omdat het gewoon veel overlast Helaas is. Wel, ja. Precies, duidelijk. Hey, ondertussen is het licht achter jou uitgevallen. Ja. Zullen we even aandoen? Ga je gang. Ik ben wel wat gewend, hoor. Gaan we door? Oké, okay, we gaan wel door. Ik hoor de regie al lachen achter. Heb jij een vraag voor Adger? Ja, voor welke voetbalclub die is. Oeh, dat is natuurlijk een hele gevoelige vraag. Want ik kan nooit een goed antwoord geven aan deze tafel. Feyenoord. Het is niet meer Ajax. Niet alleen door de Ik laat het gewoon gaan. Ja, nee, als het landelijk is, dan durf ik daar wel antwoord op te geven. Want ik ben namelijk in Rotterdam geboren. Naast de Kuip. Dus het is natuurlijk maar één club van Nederland. Sparta. Rotterdam. Ja. Feyenoord. Sparta. En binnen Katwijk. En binnen Katwijk. Dan, de gemeente steunt alle voetbalclubs. Dus ze zijn me allemaal even lief. Wat een politiek correct antwoord. Maar als ik nu ga zeggen. Nou, ik ben echt enorm fan van VV Katwijk. Dan krijg ik gelijk mijn buurman. We knippen het wel uit. Kan je niet doen dat je gewoon... Nee, ik vind ze allemaal even leuk. Big boys dus. En is ook wel op zich wel fijn, want de meesten spelen natuurlijk ook in een andere divisie, dus je kunt gewoon overal naartoe gaan. Het was alleen een beetje ingewikkeld, we zijn naar Rijnsburgse boys tegen VV Katwijk geweest. Ja. En hebben we maar overal voor gejuicht. Oh ja, nou prima toch. Ja, slim. Ja. Luc, heb jij een vraag voor Adger? Ja, ik ben hem vergeten, maar ik had er wel een. Oké. Okay. Maar ik denk wel even. Denk je even? Had jij nog een vraag? Waarom zijn op zondag de meeste winkels dicht? Wow! Zo, nou daar hebben we veel over gedebatteerd. Kijk, wij vinden het vooral belangrijk. Wij vinden eigenlijk twee dingen belangrijk. Dat het goed is, dat wij denken dat het goed is voor iedereen, hè, die gewoon in Katwijk woont. Dat er één dag in de week is dat je het even rustig aan kan doen. Dat je tijd hebt om andere mensen te ontmoeten. En als het natuurlijk iedere keer op een andere dag vrij is, dan kun je dus heel moeilijk naar oma toe. En het tweede is dat mijn ouders hebben zelf een winkel. Die moeten al 6 dagen in de week werken. En ik vind het eigenlijk wel fijn dat mijn ouders ook 1 dag in de week vrij kunnen zijn. En de gemeente heeft daar de hand in eigenlijk? Dus. Nou, de gemeenteraad die bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt. Er zijn ook partijen in Katwijk die wel vinden dat de winkels open zouden mogen. Maar de meerderheid van de, dus de, zeg, meer dan de helft van de partijen in de gemeenteraad, die vindt het belangrijk dat op zondag rustig is in het dorp. Zo, goeie vraag. Ik zie wel soms winkels die open zijn. In Katwijk. Wat dan? Ja, waar dan? De Chinees. Ja, maar dat moet je uitleggen. Ja. En de grote patatten bij Kruidkorten. Restaurants zijn wel open op zondag. Ook op strand zijn ook open. Maar waarom die dan wel?
En dat hebben we lang geleden een keer afgesproken. Oké, okay. Ja. Dat is lang geleden. Voor jouw tijd. De boswachter, die is er ook op zondag. Oh. En binnenkort denk ik ook betaald parkeren op zondag. Maar die discussie die komt. Oh, dat komt nog. Hey, even toch terug op voetbal. Ik heb hier lavavelden staan met vraagteken. Maar van mij hebben we het al over gehad of niet? Nou, bij de hockey moeten ze ook een nieuw veld hebben. En die willen graag een lavaveld. Wat is dat? Ja, geen idee. Oh! Nee, ik weet het ook nog niet. Weet iemand hier anders? Weet iemand dat misschien? Wat we hebben ook mensen van de voetbalclubs hier. Ik begrijp het al. Oh. Ik denk een oranje veld. Nee, dat wel, die heb je wel. Ja. Bij nationale hockey hebben ze volgens mij blauwe velden of zo. Ja, maar dat heeft niet met lava nee? te maken. Oh. Weet iemand hier wat lavavelden zijn? Marnix! Je hebt internet. Okay. Marnix, dat is nee. hockey! Marnix! Dan zoeken we even op voor de derde tafelronde. Ja, een derde tafelronde. Marnix komt eraan, prima. Maar ik ga deze tafelronde afsluiten. Heeft iemand nog een prangende vraag? Weet je het wel? Ja. Ik heb een hele domme vraag. Nou, domme vraag bestaan. Maar wat is de ergste ruzie die u had in dat politieke gebeuren? En met wie? In dat politieke gebeuren en met wie? Ja. Oh. D66. Ja, nu moet je hoor. Geert Wilders. Ja, het is allemaal lokaal, hè? Dus nou, Adver krijgt geen geld weer Geert Wilders. Het fijne is van de politiek, zeggen dat we altijd heel erg debatteren. Ze maken niet echt ruzie, maar we zijn wel heel erg met elkaar aan het praten. Ja. En dan na afloop dan gaan we gewoon beneden gezellig even een glaasje limonade drinken, zal ik maar zeggen. Maar nu een concreet antwoord op zijn vraag. Nou, we hebben bijvoorbeeld gepraat over de begroting voor volgend jaar. Dus dat is, zo zeggen, het hele dikke boekwerk waarin staat waar we volgend jaar allemaal geld aan gaan uitgeven. En daar waren niet alle partijen het mee eens. Dus sommige partijen vonden dat we het geld aan de verkeerde dingen uitgaven. Nou, daar hebben we lekker over zitten discussiëren met z'n allen. Ik zie iemand achter je een vinger opsteken. Nou, ik was een keertje bij Rijnsburgse Boys en daar lag toen bloed op de tribune. Kunnen we het dan niet gewoon doen dat je twee verschillende tribunes hebt en dan aparte gangen buiten de club hebben? Voor verschillende partijen bedoel je? Ja. Ja, ze hebben nu wel bij Rijnsburgse Boys, hadden ze toen het tegen VV Katwijk was. Zat de harde kern van VV Katwijk, die was aan één kant, had ook een aparte in- en uitgang. Ja. Maar eigenlijk vind ik het heel erg dat dat nodig is. Ik vind eigenlijk, voetbal is een spelletje. En ik vind het eigenlijk heel vreemd dat we niet gewoon normaal met elkaar om kunnen gaan. En dat je gewoon gezellig naast elkaar op de tribune kan zitten. Dus ik heb eigenlijk veel liever dat we gewoon een beetje normaal doen rond het voetbalveld. Ja, precies zoals wij hier met elkaar zitten. Iedereen met zijn eigen voetbalclub shirtje aan. Al met elkaar. Schouder aan schouder. Kijk, breng dat eens even in beeld, jongens. Dat is echt fantastisch. Alleen, we zijn niet echt aangevallen met elkaar, maar maakt niet uit. Maakt niet uit, joh. We zitten allemaal met elkaar. Ik wil jullie bedanken. Kijk, dat bedoel ik. Ja, oh, kijk, doe hem maar z'n allen. Doe dan. Ja, gewoon, ja. En dan nog Lee Towers erbij. Dan ben ik de enige die klapt, volgens mij. Oké, mensen, ik wil jullie bedanken aan deze tafel. We gaan naar de volgende tafel ronde. Dat doen we altijd in 3, 2, 1. Ja, de derde tafelronde alweer. Het is een hele lange aflevering. Hè, Ryan? Ja, zeker. Ja, hey, jij bent er weer. Ik ben er weer. Waar ben je al die tijd geweest? Bezig geweest met school. En? Hoe gaat het nu? Nou, gaat het super. Heb je al achters en zevens? Of zijn het nog steeds vijf? Ja. Oh, oké. Zo wel mijn rapport zien. Oh, je hebt een rapport bij je? Nee, maar op mijn telefoon. Oh, oké. Okay. Laat maar zo zien. Dat is prima. Naast je zit in de andere. Een nieuwe. Ja. Wie ben je? Nou, ik ben Piet van Egmond. Ik speel bij Rijnsburgs Boys, die 1-5-4. Oké, en hoe doe jij het? Goed. En ik heb gehoord dat jij... Ik heb jou al een keer gezien. We hebben een keer gefilmd. Ja. Bij Daanse wedstrijd. Dat was voor mij wel jouw team was dat volgens mij. Top wedstrijd. Ja, jullie hebben gewonnen. Ja. Was het moeilijk tegen hun? Nou... Heel moeilijk. Nee, viel mee. Het viel mee. Oké, mooi. Hey, ze was ook weer gezellig. Ja. Heb jij een vraag misschien ook voor Adge? Wat vind je eigenlijk het leukste aan je werk? Wow. Nou, ik moet zeggen dat ik sport wel een van de leukere dingen vind. Dus het hele leuke is dat ik heel de dag met dingen bezig mag zijn die in ons eigen dorp gebeuren. Dus dat ik mag werken aan de nieuwe voetbalvelden of zo voor een sportclub. Dat gewoon hier is voor dingen in ons eigen dorp. Dat is wel bijzonder. Ah, misschien wat voor jou later, Bas?
Zou kunnen. Zou kunnen, ja, je weet maar nooit. Hey, ik ben toch even bij jou. We hebben net over lavavelden gehad. Ja. Voor mij heb je ondertussen een beetje op Google gekeken. Ja, het bleek dat mijn vorige ganger Krijn van der Spijk, die wist wel wat het was. Okay. Dus ik nu ook. Dat is altijd wel fijn. Je leert, dat is ook wel, als wethouders komen steeds weer nieuwe dingen op je pad. En dan moet je ook gewoon... Je hebt in 2 minuten geleerd. Klopt. Ja. Lavavelden is natuurgras in plaats van kunstgras. Ja. En er zitten speciale korreltjes doorheen. En daardoor kun je zeker als het nat is er veel langer op spelen. Dus de voetbalclubs krijgen weer echt gras. Nou, Rijnsburgse boys, ja? Die willen graag lavavelden. Ja? Maar andere clubs, die hebben nog liever kunstgras. Dus we doen altijd eigenlijk een beetje in overleg met de clubs wat die graag willen. Interessante vraag hier. Wie wil er kunstgras? Niemand. En wie wil echt gras? Ja, komt zo. Ja, wacht er even. Het is zo 50-50. En dan vraag ik het aan Rijnsburgse boys, want Rijnsburgse boys wil dus lavavelden. Willen dus lavavelden. Ja, kom ik ook net achter. En wat vind je ervan? Ja, ik vind echt gras zelf ook fijner om te spelen. Oké. Dat geloof ik ook wel, maar weet je wat een beetje het probleem is? Dat je op kunstgras kun je veel meer wedstrijden achter elkaar spelen. Mm-hmm. En daardoor kun je dus ook veel beter gebruik maken van de velden die er zijn dan ten opzichte van echt gras. Ja. En we hebben helaas niet zo heel veel ruimte binnen onze gemeente. Dus we hebben een beperkt aantal velden. En als het kunstgras is, kunnen er dus meer op gespeeld worden. Ja, ik ga even kijken, want ik zie heel veel vingers daar. Nou, ik wilde ook even mijn mening geven over de kunstgrasvelden. Ja. Ik vind normaal gras vind ik veel fijner ook. Waarom? Nou, omdat als je dan bijvoorbeeld een sliding trekt, dan lig je niet gelijk je hele knie open of je benen, wat dan ook. Daar zit het in. En ik zie nog een vinger. Ja, ik wou hetzelfde als Sven zeggen. Maar ik had pas ook, toen maakte ik een sliding. Ja, ga door. Op kunstgras. En toen lag mijn hele been en mijn knie open. Dus jij hebt het ook voor echt gras? Ja. Michiel? Ja, ik heb dan nog even een andere vraag. Die ook kunstgras of gras. Ja, oké. Okay, maar zou je, want je hebt nu op tv... Undercover burgemeester, zou je ooit, want Bastiaan zei je iets zo van wat vind je het leukst, maar zou je ooit in Katwijk een beetje undercover willen zijn en dan langs de hangplek of zo een beetje gaan, een beetje alles undercover meebeleven? Nou, het grote voordeel is dat jullie ook niet wisten wie ik was. Hè? Dus, ik kan best nog wel makkelijk undercover... Na deze aflevering niet meer. Dan weet iedereen wie jij bent. Ja. Nee, maar ik ga wel... Toevallig heb ik afgesproken met Nadine van het jongerenwerk... dat ik volgend jaar een keer met haar meega langs de hangplek. Kijk. Jij over hangen gesproken. Jij hangt wel eens. Ja, binnen. Het is koud buiten. Lieg bezig. Ik ging laatst stappen en stond hij daar buiten, hoor. Ja, oké. Ja, dat klopt. Hey, heb jij een vraag voor? Ja, dat schoot me net te binnen, want ik was totaal niet voorbereid. Maar stel je voor, jij zit in meerdere categorieën sport en wat zijn nou nog meer? Wat ik nog meer doe? Ja. Jeugd- en jongerenwerk en financiën en armoede. Oké, nou als je er één zou moeten laten vallen, wat zou je dan laten vallen? Eén zou moeten laten vallen, dat is wel echt een gemene vraag eigenlijk. Nou, financiën denk ik. Ja? Ja. Het is toch lekker om die portemonnee te hebben? Nee, maar het is wel het leukste is, vind ik, om in het dorp bezig te zijn. En financiën is toch ook alweer veel in het gemeentehuis. Ah, ja. Ja, duidelijk. Heb jij een vraag, Pieter? Ja, wat vindt u van de Zwarte Piet discussie? Wow! Nou, heilige huisjes hebben we gehad. Ja. Ja, hierna kan je stoppen. We kunnen stoppen. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Nou. Nou, het is gelukkig niet iets waar wij over hoeven te beslissen. Dus in Katwijk organiseren de Oranjevereniging Katwijk aan de Rijn en de winkeliers in Katwijk aan Zee, die organiseren dat. En die bepalen ook hoe ze dat doen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we respect hebben voor iedereen en voor ieders mening. En ik ben blij dat het in Katwijk eigenlijk nog wel goed gaat. Wat vind jij, Pieter? Nou, ik ben gewoon voor Zwarte Piet. Oké. Okay. Kan je het ook nog beargumenteren waarom? Ja, weet je... het is gewoon een oude traditie. Heel oud. En dat kan je niet zomaar veranderen. Oké. Okay. Hoe moet je dat aan die kinderen uitleggen dat ze ineens niet meer zwart zijn? Ja, daar zijn meningen over deel, et cetera. Maar daar gaan we niet dieper op in, want het is echt, we willen niet meer zo langer over Zwarte Piet hebben. Maar het is wel een goede vraag, ik vind het ook een leuke vraag. Hebben mensen hier in de zaal nog vragen? Want iedereen een beetje stilgebleven. Heeft iemand nog een vraag voor Adger? Nee? Iets wat de gemeente zou moeten regelen, nog iets? Wat ja, anders kan beter? Oh, wacht. Is Daan? Daan. Lava voetbalvelden. Hey! Ja. Ja, jongen, dan moet je naar Rijnsburgse Boys. Nou,
Pieter. Pieter. Trek je shirt uit. Stel je vraag. Nou, wat vindt u dat er veranderd moet worden bij het kruispunt bij Pieter Groen? Wow. Ook ja, opgelet, zeg. Nou, ik ben niet de enige wethouder in Katwijk. Er zijn er 5. En ik heb bijvoorbeeld niet verkeer. Dat hoort niet bij mij. Dat is mijn collega Rien. En die is met de directeur van Pieter Groen en met de scholieren en met de buren en zo aan het kijken hoe dat veiliger kan. Maar eigenlijk is het veiligste om gewoon het hele fietspad daar weg te halen. Maar ja, daar word je waarschijnlijk weer niet zo blij van, want dan moet je omfietsen. Dus het is wel een beetje moeilijk op te lossen, maar mijn collega Rien is daarmee bezig. Oké. Michiel? Ja, wat je ook kan doen is die bosjes daar weghalen. Ja. Bij dat hoekpunt. Ja, maar die staan in de tuin van iemand. Oké. Okay. Ja, maar, en ik heb nog een vraag. Ja. Wat vind je van de Johan Cruijffkoorten en de stenen pleintjes? Vind je de Johan Cruijffkoorten beter? Of? Ik hou niet zoveel stenen pleintjes. En ik vind het Johan Cruijffkoorten een hele leuke voorziening. Het is sowieso natuurlijk een heel mooi veld. En ik wil eigenlijk wel proberen om de komende jaren nog misschien nog wel 1 of meerdere andere plekken te zoeken geld waar voor? Het kan. Nou, ik denk, je ziet in de Molenwijk dat het helpt om daar activiteiten te organiseren. En dat zo'n mooi veld het ook aantrekkelijker maakt om buiten te sporten. Ja, dus als we nog een andere plek kunnen vinden, dan is dat wel een mooi. Ja. Ik hoor achter me een vraag. Ja, ik zie jou niet. Ik mag ook aanpikken hoor. Zeg het maar. Ja. Denkt u dat alles wat u vergadert met uw collega's ook effect kan hebben op heel Nederland? Poeh. Nou kijk, gelukkig is het meeste wat er eigenlijk gebeurt in onze dorpen, dat komt helemaal niet uit het gemeentehuis. Dat komt van de mensen die er wonen en die op allerlei manieren, die vrijwilliger zijn bij een sportclub bijvoorbeeld. Wij helpen vanuit de gemeente eigenlijk alleen maar een beetje. En gelukkig hoef ik me ook alleen maar druk te maken over Katwijk en niet zo om wat daar buiten gebeurt. Nee, dat doen ze in de Tweede Kamer. Maar zijn er dingen wat jullie doen wat ze landelijk oppakken omdat het zo fantastisch is wat Katwijk doet? Of zijn daar geen voorbeelden van? Nou, daar zijn wel voorbeelden van. Wat wij bijvoorbeeld in de zorg, hè, dat is ook iets wat de gemeente doet. En daar werken wij heel actief samen met de huisartsen. En dat vinden ze in de rest van Nederland wel heel interessant. Oké, mooi. Hey, mag ik nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Platform Cocon, ja. Toch een van de mensen die dit mogelijk heeft gemaakt, of een van de instanties. Klopt. Dat is ook wel een voorbeeld waar we in de rest van Nederland heel trots op zijn om te laten zien hoe goed dat bij ons werkt. Ja, want ik denk eigenlijk nu, goede vraag trouwens, want voor mij wat wij hier doen aan tafel met elkaar is volgens mij ook nergens in het land te vinden. En dat komt dankzij Platform Cocon die dit zo geïnitieerd heeft. Dus, moeilijk woord. Ja, moeilijk woord, sorry. Laatste vraag van Sven. En dan ga ik een eind aan breien. Ik zie er nog eentje. Eerst Sven, en dan jij. Terugkomend op dat waar we het over had, over dat gevaarlijke kruispunt. Waarom zeg je daar niet gewoon stoplichten neer? Dan hou je toch meer controle. Weet je wat? We stoppen hem. Wij nodigen gewoon na de winterstop Rien even uit. Ja, zullen we dat gewoon doen? Dan gaan we het daarover hebben. Ik ken wel zo'n grote die heeft echt een ongeluk. Ja, dat weet ik. Ik ken wel. Dat is Damien Pronk. Die nodigen we wel uit. Na de winterstop. Heb ik nog een mooie vraag? Jij hebt nog een vraag? Achter je. Komt u ook wel eens in wijken langs waar veel gesport wordt of waar veel aan gedacht wordt voor sport? Nou, ik was voor afgelopen week in de Molenwijk in Katwijk aan de Rijn. Daar ligt dat Johan Cruijffkoord, dus daar gebeurt veel. En ik heb ook afgesproken met, je hebt het welzijnskwartier, die organiseerde van die sportactiviteiten. Afgesproken dat ik volgend jaar ook nog een keer met hun meega om daar te kijken. En bijvoorbeeld bij mijn kinderen op school, op het Marktplein naast het zwembad, wordt ook veel gesport. Dus er wordt heel veel ook buiten gesport in onze gemeente. Ik had u volgens mij gezien daar. Oh, zie je? Ah, voor de warken. Heel goed, heel goed. Moet alleen even een naamkaartje bij je. Hey jongens, we gaan de winterstop in. Ja, nog niet helemaal, maar in ieder geval voetbalfits wel. Volgend jaar komen we terug. Misschien dat we een paar dingen gaan veranderen. Want eigenlijk hebben we een beetje ontdekt dat we vaker niet over voetbal hebben dan wel. Wat vind jij? Moeten we misschien doortrekken naar meer sporten of gewoon algemeen houden? Of moet het wat meer over voetbal gaan? Wat vind jij, Ryan? En dan mag jij mij afsluiten, want jij zit het langst bij ons, samen met Daan. Die hier aan tafel zit. Ja, Daan is er niet. Dan ben ik even de vraag kwijt. Nou, wat vind jij? Moet het echt alleen nog maar over voetbal gaan of gaan we volgend jaar wat breder trekken? Nou ja, nou hoe we het over politiek hebben gepraat, vind ik ook wel goed. Want ik denk dat heel veel hier die hier zitten en ik zelf het niet wisten, wat er allemaal daar gebeurt. Dan gaan we telefoon. Dat betekent dat we gaan stoppen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het komen.
Moeten wij doorgaan met voetbalfits? Ja! Ja. Ik hoorde meer ja dan nee. Ik hoorde één neetje ergens. Ja, vond jij het leuk om hier te zijn? Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn. Ja? Bedankt voor de uitnodiging. Ja, jij bedankt voor het komen. Iedereen bedankt voor het komen. En tot in 2019! Woe!